Goedemorgen, het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Dat ging weer vlekkeloos. Zon schijnt, het is fucking koud en het wordt helemaal kouder. En ik heb serieus 6 dingetjes onder elkaar aan. Dus, ik krijg alleen mijn poten niet warm. Nou, een legging onder mijn spijkerbroek van hier lekker zitten, dus gaat niet worden. Dus, maar zoveel mogelijk binnen blijven. Wat niet gehad. Ik ga het zo weer even door. Ik ga even boodschapjes doen. Ik heb het even in mijn huisje gedaan. En ik ga het even spullen halen voor de satasoep vanavond. Dus ik moet even naar de appie, naar de toko. En dan hebben we het alweer gehad. En daarna ga ik even knallen. En ik wil beginnen aan mijn bullet journaling. Maar ik heb even voorbeeldjes te kijken. En de dingen die ik voorbij zie komen. Ik weet niet of ik daar de rust voor kan vinden. Dus ik ga heel even kijken wat ik ermee ga doen. Anders wil ik een soort fotojournaling van maken. Van de uitstapjes die we maken, zeg maar. En dan maak ik natuurlijk allemaal foto's. En daar dan een journal van maken. Lijkt me ook wel leuk. Toch? Dus. Maar goed. Ik ga boodschappen doen. Ondertussen ben ik alweer een tijdje thuis. Zatensoep zat te pruttelen. Ziek kind op de bank. Die is naar huis gekomen. Oef. Niet best. Die blijft even aan de buik houden en zo. Dus, wauw, overlicht. Dus ze moeten even mee naar de dokter. Maar goed. Ze hebben ook wel eens een beetje van eczeem en zo. Daar heb je vaker last van. Maar dat moet even nagekeken worden. Dus. Ja, even een soepje maken met mijn wasje bezig. Tussendoor ben ik eventjes wat dingetjes met de site aan doen. Dus druk. Ik wilde gisteren mijn nagels lakken. Ik heb ze maar verknipt. Helemaal fucked up. Dus, niet veel te melden. Het is wel fucking lekker weer. De zon schijnt. Het is wel koud. Maar het is echt gewoon super. Dus ik ga het zo nog even proberen foto's te maken buiten. Ja. Ik ga het eerst verder met kip. Pluizen, waar ik een hekel aan heb. Maar het moet gebeuren. Dus, gaan we doen. En we gaan eten. Satasoep. Nee, we hebben slijm gemaakt. Op school. Smerig. God. Het voelt nog zo. Ach. Lekker. Een hele goede morgen. Het is donderdag en we zijn alweer op weg. Ik ben vanmorgen weg geweest, ben thuis geweest, even wat gedaan thuis en ik ben weer de hoort op. Dus druk. En dadelijk moet ik met Rasje even naar de dokter toe. Dus ik ga het eerst even boodschappen doen. Het is lekker weer, 3 graden, frisjes. Maar toen, dus let's go. En we komen gezellig van de huisarts af en ik heb vol de zon in mijn bek zitten. Top. Ik kan niet zien. Maar goed. Maar we gaan weer naar huis. En dan gaan we heel snel eten, want we hebben honger. Toch, chick? Ja. Lekker wel, lekker het zonnetje. En we zijn weer thuis. Yo. Dan zo, jij staat in de oven. Dan ga ik eten en dan ben ik het zat. En mijn haar zit helemaal fucked up. Maar ja, weer gewassen gisteren, hè? Niet te doen. Wat? Ziet er toch ook niet uit? Maar goed. Niet zeiken. Nee, je moeder. Zeikflorie. Dus, we gaan zo lekker eten en dan zenmodus on. En gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Oh, shit happens. Dus, nog 1 dagje in de vakantie. Oké. Okay. Oh, vakantie. Dus, ik ga op mijn eten wachten. Een hele goede morgen. Het is vrijdag.
weekend en vakantie. Lekker. De zon schijnt, maar mega koud. Ik ben al even buiten geweest. Wauw. Dus, gewoon is ook vrij. Want ja, er wordt gewoon niet gemetseld. Nou natuurlijk, dat gaan we gewoon echt niet worden. Dus, ik ga het heel even gaan mijn huisje doen. En dan ga ik even boodschappen doen. En daarna denk ik dat ik ergens onder een deken ga liggen met een elektrisch bed aan. Want ik heb het echt heel koud. Dus, dat gaan we even doen. Simpel outfit. Dus, maar ik ga eerst mijn huis doen. En dan zitten we weer hoor. Ja, omdat het toch niet veel vloggen wordt vandaag. Want we zitten gewoon echt letterlijk met ons kut op de bank. Nee, tv te kijken naar Olympische Spelen. Zo niet vlogwaardig. Dus ik denk ik ga een filmpje opnemen. Want er waren toen wat vragen gekomen. Via de site en zo voor een storytime. Nou goed, storytime, ja weet je. Er komen er nog echt genoeg aan. Maar ik ga nu even dan op de vragen in, zeg maar. Van iets met opvoedtips. Ja. Laten we beginnen. Ik ben een moeder. En ik doe mijn best om een goede moeder te zijn. Maar de perfecte moeder bestaat gewoon niet. Gaat er bij mij niet in. En als jij of iemand weet wie de perfecte moeder is, meld je aan. Werkelijk waar. Er is geen perfect ouderschap. En iedereen voedt zijn kind anders op. En iedereen heeft zijn andere dingen en bedoelingen en ritmes en noem maar op. Mijn ritmes en dingen en opvoedhandelingen zijn een beetje van mezelf en een beetje van mijn moeder. En die van Ron natuurlijk. Ja. Maar goed, ik ben natuurlijk alleen door mijn moeder opgevoed. Dus dan is het toch wel weer een ander verhaal. Verwend nest nummer 1 was ik. En dat wilde ik dan even net niet aan mijn kinderen overgeven. Weet je wel? Nee. Is ook niet alles. Maar goed. Opvoedtips. Hoe voed ik mijn kinderen op? Met normen en waarden. Respect hebben voor anderen. Zo belangrijk. Net zoals die normen en waarden. Echt waar. Dat zijn bij mij dingen die ik er gewoon echt van kleins af aan al ingetrapt heb. Ja, omdat ik dat gewoon heel erg belangrijk vind. Ik ben een hele strenge moeder. Al lijkt dat niet zo. Maar ik ben echt Gruella. Volgens de rest van het gezin. Papa is wat losser. En daar gaan ze ook meestal eerst naartoe. Om te vragen of ze iets mogen. En daarna komen ze naar mij. Want dan stuurt de gewoon ze meestal door. Vraag mijn moeder. Want die weet, als het niet naar mama de zin gaat... Mijn huis vol ruzie. Nee, ik probeer ze heel strak te houden. En waarom doe ik dat? De jeugd van tegenwoordig. Ze lopen zo makkelijk over je heen. En dat willen we niet. En dat begint eigenlijk al van jongs af aan. In la peuta puberteit, kleuterpuberteit. Weet niet wat je allemaal hebt. En dan krijg je de gewone puberteit. Geloof me, het is echt lastig om een kind op te voeden. Werkelijk waar. Want je weet nooit of je het goed doet. Maar ik zeg altijd, volg je moeder hart, dan komt het goed. En luister vooral niet naar anderen. Echt niet naar anderen. Never nooit. Nee, want jij kent je kind het beste. En jij voelt het beste je kind aan. Maar wat ik al zei, ik ben een strenge moeder. En ik wil gewoon alles in het gereel hebben. En nee, ze mogen niet alles. En nee, ze krijgen niet alles. En ja, oké. We dwalen af. Opvoedtips. Die heb ik eigenlijk niet. Volg gewoon je hart. Doe wat jij denkt wat het beste is voor je kind. Echt maar. Dat is het belangrijkste van elke ouder. En wat ik al eerder zei, elke ouder doet het anders. Het enige wat ik wel meegeef is... zorg dat ze respect hebben. Zorg dat ze normen en waarden hebben. Ja... En verder gewoon een shitload aan liefde. Echt waar. En ook dat werkt wel eens averechts hoor. Kan ik je wel vertellen. Ja. De meiden zijn nou 13 en 14. En ja, ze komen hartstikke stoer en leuk, lief en aardig over. Maar geloof me, elk huisje heeft een kruisje. En ik krijg ook wel eens een grote muil. Werkelijk waar. Of dat er over me heen gelopen wordt. Of weet ik het niet altijd. En ja, er is ook regelmatig een bonje in huis. Maar ja, dat heb je met twee pubers. En de een hebben toch meer dan de ander. So be it. Dus voed je kind op zoals jij denkt dat het goed is.
En nogmaals, luister niet naar anderen van, oh, je moet dit zo doen. Oh, je moet zo dat doen. Tuurlijk, je kan tips aannemen. En je kan dingen proberen, want dat heb ik vroeger ook gedaan. Vooral toen ze klein waren. Maar naarmate je zelf ouder wordt en je kinderen ouder worden, ga je toch dingen naar je eigen hand zetten. En wat ik al zei, we hebben hier regels en structuur en strakke lijnen, om het zo maar te zeggen. En als je niet aan de regels houdt, dan krijg je kloten. En dan krijg je straf. En wat zijn die strafpunten dan? Goed. Laten we eens beginnen bij een mobiele telefoon. Weet je hoe verschrikkelijk het is voor een puber als ze de telefoon kwijt zijn? Juist. Dat is een hel voor. Werkelijk waar. Ja, of ze mogen niet weg, ze hebben afspraken, of ze hebben een weekendje gepland of zo. En ze verkloten wat. Sorry, je zit het weekend binnen. Au. Dat doet zeer. Maar werkt dat? Nee, niet altijd. Want toch als ouders zijn de benen softie. En denk je, je misgunt ze dat uitje dan ook niet, weet je wel. Laat ze maar gaan. Dus dan geef je ze alsnog toe van, maar flik het niet nog een keer. En wat gebeurt er dan? Hun gaan vrolijk naar hun uitje of een weekendje wat ze gepland hadden. En ze komen terug en de pleuris breekt weer uit. Ja, maar dan voel je als ouders zijn de kut, geloof mij. En daar leer je als ouders zijn ervan. En dan doe je het de volgende keer gewoon echt niet meer. En dan denken hun van, maar vorige keer mocht ik ook gewoon weer weg, weet je wel. Ja, dit keer niet. Dus, dat zijn de teugels strak houden, zoals wij dat hier noemen. Ja, en verder, ik weet het niet. Vermaak ze, praat met ze. Praat is heel belangrijk met kinderen, weet je dat. Ook al zijn ze klein, heel klein. Als je vanaf klein of tegen kleine kinderen gaat praten, dat is toch goed voor de ontwikkeling, toch? En hoe ouder ze worden, is het ook belangrijk om met ze te praten. Want nu heb ik twee pubers. En pubers hebben issues. En ik weet ook niet alles van mijn kinderen. Echt niet. Ze zullen best dingen achter mijn rug doen waarvan ik mijn nek haar omhoog had laten staan. Maar praat. Is zo belangrijk. Zo met je kinderen, als in een relatie. Dus. En dan heb ik verder nog opvoedtips. Nee. Er geldt alleen één regel, sla nooit je kinderen. Echt never nooit. Ja, de mijnen hebben ook wel eens een draai in de oren gehad, werkelijk waar, mag je best weten. Maar dan hebben ze echt het bloed onder mijn nagels vandaan gehaald. En dan hebben ze het zo verschrikkelijk bond gemaakt. Maar ik denk dat twee keer in het hele leventje is voorgekomen. En dan heb ik ze niet eens dat bloed toe geslagen hoor. Gewoon op tik gegeven en klaar. Maar slaan en geweld bij een opvoeding hoort gewoon niet, vind ik. Want je bereikt er niks mee. Je bereikt er echt niks mee. Met kleine kinderen geven ze een time-out, de trap zetten en dan blijven 5 minuten zitten tot je uitgekrijsd bent. En bij pubers is het, ik pak je telefoon af en klaar. Maar geen handjes of wat dan ook. Never niet. Nee. Dus heb jij kinderen? Hoe voed jij je kinderen op? Wat vind jij het belangrijkste in de opvoeding? Let me know. Ben ik wel benieuwd naar. En ben jij de perfecte moeder? Geef ze toe. Durf je toe te geven? Nee. Perfecte ouders bestaan gewoon niet. Echt niet. En nogmaals, iedereen doet het op zijn eigen manier. En ik lees als hele discussies op Facebook pas nog. Net nog eigenlijk. Over kinderen die suikervrije snoepjes krijgen. Goed. Een kind hoort te snoepen, vind ik. Toch? Of het nou suikervrij is of niet suikervrij. Het is allebei troep, maar het hoort erbij. Simpel zat. Dus die discussies volgden dan ook van wat vind ik allemaal leuk, weet je wel. Kijk, hier hebben we zo min mogelijk suiker in huis, maar dat heeft een bepaalde reden. Maar bij kleintjes en zo, jezus. Dan zit het vriendje of vriendinnetje zit op een bankje en die krijgt een zakje M&M's, noem maar wat. En jouw kind mag dat dan niet, ik kan het niet maken. Dat is toch sneu? Ja. En dan hoor je de ouders zeggen, geef ze maar een stuk fruit. Ik weet het niet, maar dat is ook een funnis. Er zit ook een shitload of suiker in, dus moeders, let op. Denk ik dan. Geef je kind gewoon dat snoepie. Doe niet moeilijk. Ja, toch? Dus en verder heb ik niet echt uitbundige opvoedtips. Sorry. Ik ben gewoon een simpele huis, tuin en keukenmoeder. Die streng is je.
Maar ik ben benieuwd hoe jullie je kinderen opvoeden. Ja, dus geef een korte reactie. Let me know. En dan ga ik nu weer terug naar het gezellige gezelschap beneden. Wat gezellig de Olympische Spelen te kijken. Waar ik echt een ene tyfus aan vind. Gewoon op de ijshoek in het schaatsen na dan. Maar de rest kan wel gestolen worden. Dus, ik zal verder ook niet veel vloggen vandaag. Nou ja, er is verder niet veel te vloggen. We gaan dadelijk eten. Nio een vriendje komt eten, dus dat is wel gezellig. En dan ga ik douchen mijn nest in. En morgen gaan we naar... Ik pleurde mijn camera weer uit, dus ik moest je weer even aanklikken. Ik zei dus, we gaan morgen naar Amsterdam. En we zouden naar de Corner Bakery gaan, maar dat schijnt helemaal ruk te zijn. Dus we gaan even kijken, want we reden vorige keer langs de Rai Amsterdam. Dus dat is misschien wel leuk. Maar ja, dan neem ik jullie weer gezellig mee en dan hebben we weer wat te vloggen. Dus, zal ik maar gewoon gelijk vlog afsluiten? Doen we. Ik ga het vlog afsluiten. Ik zie jullie morgen. Doei. En goedemorgen. Het is zaterdag, fucking koud en fucking vroeg. Maar we zijn er klaar voor. Ik ga medicijnen nemen. Ik ga even een paar boodschapjes doen, want daar heb ik dingen vast naar van huis. En daarna ga ik naar Amsterdam met mijn chickie. Ja, dus, let's go. Gezellig met deze meid in Amsterdam. Yeah. Dus zijn we de Corner Bakery en we gaan even kijken. Dus. Dus zijn we alweer even thuis. We zijn even in Amsterdam geweest met Corner Bakery. Waar het stervensdruk was. En super klein. Dus we zijn weer doorgelopen. Niet te doen. Dus we hebben lekker onderweg een broodje gehaald. En een smoothie. En we zijn lekker naar huis gegaan. Ik was het ook bijna buik. Dus lekker naar huis. We hebben wel mooie foto's gemaakt. Maar goed, thuis. Ik ga even mijn kruidenolie maken. Recept komt later online deze week. En daarna ga ik lekker mijn dekens in de bank op even mijn programma's terugkijken. Echt een lekkere chill zaterdag gaan we houden. Zin in. Dus, ik ga even mijn hand werken. We maken de kruidenolie. Het is zo lekker om in te wokken. Och. We gaan eten. Oké. Maar zeg. Eet smakelijk. En ik ga de vlog afsluiten. Ja, we hebben niet meer veel gevlogd. Heb ik al thuis. En heb ik even eten voor gemaakt. En daarna hebben we even lekker gezellig zitten kletsen. Ja, het duurde een beetje lang. Maar het was even gezellig. Dus niet meer veel gevlogd. En nu ga ik deze vlog editen. En klaarzetten voor jullie. En dan beginnen we morgen weer een nieuwe. Maar aankomende week hebben we natuurlijk lekker vakantie. Ik weet nog niet of het veel gevlogd wordt. Woensdag komt vrouw. Of nee, dinsdag komt vrouw.nl veel meer. Dus dat is wel leuk. Daar heb ik wel zin in. En verder weet ik eigenlijk niet wat we gaan doen. Het wordt natuurlijk fucking koud. Dus Ron is ook thuis. Dus we moeten maar even kijken wat deze vlog, of de nieuwe vlog gaat brengen. Dus... Maar goed, we zijn vandaag in ieder geval bij de Corner Bakery geweest. Daar zijn we langs geloof ik niet eens naar binnen geweest. Het was daar zo fucking druk. Niet te doen. Nee, en klein. En ik, oh nee. Dus dat is wel jammer. Maar ja, goed.
We hebben lekker even rondgesnuffeld in Amsterdam. En dan maken we weer een blogpost over. Want mensen vinden het leuk onze uitstapjes in een artikel verwerkt. Dus dat ga ik van de week ook wel beginnen. En morgen, vandaag voor jullie, gaan we naar Delft. Als mee zit. Dus. En volgende week staat Rotterdam op de planning. Ik ben benieuwd. Dus, maar voor nu. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie gewoon morgen weer. Doei!